start is gevallen. Alle paarden nog in draf, maar nu niet meer. Galopade van start af van Texan de la Vallée. Uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. En die is eruit. En zo gaan de paarden de bocht in. De leiding wordt genomen door Andreas Zwageman. Andreas Zwageman, Aniek DF. En daarachter op plaats 3 aan de buitenzijde volgt dan Daisy Paling met Elisa Star. En drie leerlingen dus vooraan. En dat is zo mooi aan die leerlingstartnummers. Als je leerling bent, als je prof bent, dan rij je erachteraan. En dat weet Rick Ebbing inmiddels ook, want die ligt vierde met Heinz Heino. Vijfde plaats daarachter is goed begonnen. Eagle Transair. Daarachter op de zesde plaats volgt Ejak Valboko. Aan de buitenkant daarnaast de Gilles van de Putten met Courseu. En daarachter aan de relingzijde volgt dan Niels Jongjans. En Niels Jongjans rijdt in deze koers terwijl we op weg gaan naar de linkerbocht. En die linkerbocht ook alweer indraaien. QB Baldwin. Vooraan verandert er niets. Tempo is wel ietsje naar beneden gegaan, maar niet veel. En vooraan is wel een nieuwe leider gekomen, inmiddels Elisa Starren. En die gaat natuurlijk de leiding afgeven aan het paard dat nu aan de buitenkant komt. Dat is de trainingsgenoot Heinz Heino. Heinz Heino komt naast Elisa Starren en kan moeiteloos de leiding overnemen. En dat vindt Jasper mooi, want Heinz loopt nu recht op Jasper af. Gelukkig loopt hij hem straks ook voorbij en gaat hij de laatste ronde ook nog in. Leiding is in handen van Heinz Heino. Tweede plaats daarachter volgt dan Elisa Starren. Derde plaats daarachter aan de relingzijde is Andrea Zwageman. De eerste paard aan de buitenkant Ejak Valboko. Langweg kijkt dus om zich heen, maar er komt natuurlijk niemand. Aan de relingzijde Aniek DF. Daarachter aan de relingzijde, die zit wel vast, Eagle Transair. Buitenkant daarnaast aan de buitenzijde gaat Courseul naar voren. En daarachter volgt dan QB Baldwin ook. Die gaat naar het tweede spoor. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Daar gaat ook inmiddels Danny Brouwer naar het tweede spoor met Eagle Transair. Daardoor komt QB Baldwin in het derde spoor. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding in handen, nog altijd van Heinz Heino. Heinz Heino gaat sterk. Heinz Heino op de tweede plaats, Elisa Starren. Daarachter Ejak Valboko. Nu zijn de rollen omgekeerd. Vorige keer was het Heinz Heino die van de rug van Ejak Valboko afkwam. Nu moet Ejak Valboko Heinz Heino voorbij. En hij is wel op weg. Hij komt wel dichterbij. En zo gaan ze de laatste bocht in. Heinz Heino, Ejak Valboko. Verschil is een lengte. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjada-bocht. Daarachter op plaats 3 aan de relingzijde Elisa Starren. Vierde gaat naar de buitenkant Andrea Zwageman. Die gaat de aanval openen met Thomas Bos. Die komt er ook nog aan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Heinz Heino pakt weer een lengte. Heinz Heino versnelt. Heinz Heino heeft een lengte. Ejak Valboko aan de buitenkant probeert het. Het is Ebbingen tegen Langeweg. En het gaat Ebbingen worden. Ebbingen, de man in het goud, wint. Heinz Heino wint. Ejak Valboko tweede. Elisa Starren derde. Vierde is dan Andreas Zwageman. En vijfde kwam heel laat vrij. Maar kwam nog wel hard aan. Eagle Transair.